Ach Scheveningen, wat was je heerlijk. Scheveningen, oud-koningin van de badplaats, nu keizerin van de patatplaats, zei Paul van Vliet in 1970. Ik was negen jaar toen hij met zijn show Een avond aan zee in het koorhuis optrad. De beroemde voorstelling met Ali van der Zwan en Bram van de Commune. Mijn ouders hadden de langspeelplaat in huis. Scheveningen, met name het Koerhuis, het Palace Hotel en de Pier, had zomers altijd iets feestelijks. De vlag in top, blauwe lucht, strand en zee. Er was van alles te zien. Als je geluk had, zag je de open tram over de keerlus, rondom de fontein, bedaard en statig, naar zijn beginhal te rijden. De oude zijn sleepbeugel was eveneens getooid met vlaggetjes. Je liep door de Pellestraat langs het zeeaquarium naar de boulevard. Daar was het altijd gezellig druk, leuke winkeltjes, overal liepen flanerende mensen en je rookte geur van kroketten. Langs een tweede fontein, met daarin het beeld van de dolfijn Flipper, liep je verder. De stenen trap af, het strand op. Dat groter leek dan ooit. Dat kwam omdat het F was, lichtte mijn moeder uit. In no time was het kleren uit, zwembroek aan en het water in. Nooit dieper dan je middel in de zee was de regel waar je aan diende te houden. Mijn moeder nam plaats op een handdoek, vlakbij een opvallende parasol of windscherm, zodat ze gemakkelijk terug te vallen was tussen de rietestrandstoelen. Soms ik uit branding een snelle speedboot op, met daarin twee kerels in witte outfits, strandpolitie, die de hele dag rondjes voer langs de kust. De boot lag nog niet op het strand of er klommen al een paar kinderen in. Prachtig natuurlijk. Het mocht ook, totdat er weer werd uitgevaren. Een andere attractie was het ezeltje rijden. In deze tijd is zoiets ondenkbaar, maar in decennia lang was het de gewoonste zaak van de wereld. Lieve makke dieren waren het, die een stukje strand op en neer liepen met de begeleider naast zich en een kleuter op de rug. Meer dan eens kwam het voor dat opa en oma in een van de strandtenten vertoefden, hetgeen de feestvreugde nog extra vergrootte... In no-time zat je op zijn terrasstoel met van die waslijnen als zitting, met een handdoek om aan de een of andere versnapering. Op de boulevard zat jarenlang een net zoals op de kermis, hetgeen op menigeen een enorme aantrekkingskracht had. Daar kon je met een grote mensengeweer op diverse voorwerpen schieten. Apentrots was je als je iets geraakt had en met de een of andere kleinigheid als prijs naar buiten kwam. Was het een dagje wat minder qua weer dan geen nood. Vanuit Scheveningenhaven kon je nog een rondvaart maken op zee, met de kotte dolfijn van de rederij Vrolijk, voer je dan het zeegat uit. Voor je gevoel duurde het uren, maar in werkelijkheid zal het zo'n anderhalf uur geweest zijn. Hoogtepunt was als je het zendschip van Radio Veronica passeerde, een zwart geschilderde IJsland trawler genaamd Noordernij, van waaruit de uitzendingen werden verzorgd. Jammer genoeg is het er vrijwel allemaal niet meer, ten prooi gevallen aan de slopershamer of anderszins om volkomen onbegrijpelijke redenen weggemoderniseerd of weggesaneerd. Gelukkig zijn de herinneringen. De foto's en de filmpjes. Ja, wie heb lerpe levenslust. Kies Zwolsmanskabe, Kermiskust. Zou Paul van Vliet gezegd hebben.